Ingrid, blij je weer te zien. Hoeveel bijbanen heb je eigenlijk? Nou, ik heb eigenlijk geen bijbanen, maar ik heb 4 mooie banen. En moet ik ze allemaal even opnoemen? Nou, mijn eerste baan is eigenlijk arts in het Jonge Schans hier in Heerenveen. Dat doe ik met veel plezier. Daarbij ben ik trainster van een fietsteam van Van Morsel. Dat is nieuw voor mij. Dat is leuk om fietsers te begeleiden in plaats van schaatsers. Daarna begeleid ik een project in Noorwegen. Een soort, ze hebben het prestatiemanager genoemd om het hele schaatsmilieu daar wat op te krikken. En dat vind ik enorm leuk, van kleine talenten tot oudere mensen. En ik begeleid sinds kort ook Davis om eigenlijk zijn een beetje toch wel neergaande trend, weet je, vorig jaar. Ja, maar het is wel een concurrent van TVM, hè? Ja, maar dat is toch mooi? Kijk, in Nederland is die schaatsen zo goed de laatste weekenden. Er moet ook echt andere mensen blijven. Anders is het ook weer niet goed. Dan krijgen we zo'n situatie van jaren geleden dat Nederland alleen maar 1, 2, 3, 4 was. En dan beginnen mensen ook te mekkeren. Dat is niet goed voor de sport. En het is mooi als er meerdere winnaars kunnen zijn. Wat is er misgegaan aan Davis? Nou, het is niet helemaal mis. Hè. Hij rijdt natuurlijk nog steeds in de top. Maar hij is gewoon ietsje minder stabiel in zijn prestaties geworden. Hè. Vorig jaar ook top 6 of top 8 in plaats van eigenlijk altijd op het podium. En dat geeft helemaal niks hoor. Het is een jaar na de Spelen. En ook afgelopen zomer heeft hij dingen gedaan om echt uit te proberen. En het vizier is eigenlijk op Sochi en kijken of we hem dan weer top kunnen krijgen. Hij is ook concurrent van Wouter Oldeheuvel, die zo voortreffelijk schaatste afgelopen weekend. Ja, super. Ja. Ja, het is goed dat Davis, Groothuis, dat die gasten een concurrent erbij hebben. Hè, dat Wouter ook mee gaat doen om de plekken. Ik gun het hem van harte. En ik was hartstikke verbaasd en verrast. Heel leuk. Hoe zou dat komen, denk je? Van Wouter? Nou, die jongen heeft natuurlijk jaren getraind. Jaren hard getraind. En hij heeft zo nu en dan eens wat goede dingen laten zien. En eerlijk gezegd denk ik dat hij misschien dacht van jongen, nu moet ik toch wat laten zien. Misschien dacht hij al hoe het zou moeten als hij niet bij TVM zou zitten, als het niet goed zou gaan. En daardoor is misschien de druk wel wat weggevallen en schaast hij de sterren van de hemel. Het was prachtig.